hele goede morgen. Het is woensdag en welkom bij een nieuwe vlog. Het is 7:50, fucking vroeg, maar ik moet naar het ziekenhuis toe, dus ik ga het even opschieten. Ik ben benieuwd, een beetje nerveus. Tja, moet maar afwachten wat je te horen krijgt natuurlijk, dus, maar goed. Doet die meid ook maar weer even. Ja. En we zijn inmiddels alweer even een tijdje thuis en overbelicht. Yes. Ziekenhuis geweest. Top. We waren dus van de vitamine D van de 10 naar de 47 gegaan. Dus dat is positief. Positief. Eindelijk. Eindelijk. Mag het een keer. En nu volhouden. Nu moet het lichaam vast blijven houden. Dus daar gaan we aan werken. Dus, maar goed. Ik ga even een paar blogposten maken. En daarna ga ik eten maken. Want ik eet pasta pesto. Met courgette. En de rest eet pizza uit de diepvries. Dat vreet mama niet. Dus dat ga ik even doen. Ja. Gast die lolly. Zitten met gezeik aan tafel. Die zit gegeven. Die is moe. Die is ook moe. Ik heb hoofdpijn maar. Ja. Pikachu ook. Nou, Pikachu zit hartstikke laat. Pikachu, ja. Is vrolijk hoor, die komt van de dansvloer. Nou, Steen is niet vrolijk is hier aan tafel dan. Ja. Wat ben jij dan? Vrolijk toch? Ja, heel vrolijk. Eén blij kip. Ben je geel? Nee, dat word ik dadelijk wel, geel. Oeh, ik heb hier een geel sticht. Doei. Trusten. Ras gaat naar bed. Om 5:30 gaat ze al slapen. Is Russell de nieuwe bedtijd?
Dus. Later. Een hele goede morgen. Het is donderdag. 7:45. En ik ben klaar om naar het zandbad te gaan. Ja. Ik ben benieuwd. Ik heb er geen zin in ieder geval. Het tand zit los. Ah. Dus we gaan even kijken wat ik kan doen. Dus, let's go. Nou, deze bof komt naar de tandarts geweest. We mogen weer een wortelkanaalbehandeling krijgen. Ja. Goh. Goed begin. Dat kan volgende week vrijdag om 12:30. Dus in de tussentijd gaan we ons maar weer volproppen met pijnstillers. Het is niet anders. Even gauw een broodje halen en dan ga ik naar huis. Het zat. Chicky is weer thuis met de mooie krullen. Thanks. Lekker tosti eten. Ik eet een broodje met soep. En weer een frittata. Lekker. En een beetje ertsoep. Uitbleek. En wij zitten gezellig aan een ijsje. En ik heb een milkshake gemaakt. Hè, Chick? Oh, ja. Ja. We gaan even wat reviewen, maar dat komt later op de site. Bloemen zijn dood, dus die moet ik morgen vervangen. Nou, je moet er niet tegenaan tikken, want dan plut alles uit elkaar. Doe dat niet! Ze tikken helemaal niet uit elkaar, joh. Oh, echt, hè? Oké. Oké, we gaan even smikkelen. Beeld in beeld. Een hele goede middag. Het is vrijdag, bijna weekend. Het is 12:00 geweest. De zon schijnt en ik ga naar de Haagse Markt. Echt, dat zat gelijk aan de poot tot zelfmoord, zeg ik altijd voor de gein. Maar goed, ik moet even kijken voor schoenen en ik moet echt een nieuwe broek hebben. Deze broek gaat echt kapot. Dus daar gaan we even voor kijken. En we hebben vanavond een feestje, dus gas op die lolly. Gullebol. Ja. Dus deze meiden gaan eventjes stort op. Let's go. En mijn chickie heeft nieuwe schoenen. En ja, daar heeft ze een artikel over gemaakt. En geloof het of niet, ik heb een nieuwe broek gekocht. Een flare pants. Letterlijk een flare pants. Flabber pants. Ja, hij is te groot. Maar goed, volgens mijn dochter zit hij goed. Dus dat. Dus, maar goed. Die show ik later wel. En ik heb er ook een blogpost over gemaakt. Dus... jullie zien het wel. We gaan even lekker wat eten en dan nog even chillen en daarna gaan we feesten. Ik ga me aankleden. Make-up bijgewerkt. We hebben er zin in. En we zijn op de party gearriveerd. Yes, in mijn flare pants. Ja.
Een hele goeiemorgen. Het is zaterdag. Nou, goeiemorgen, ja. Het is nog morgen. 11:45 of zo. Dus, ik moet mijn boodschappen doen. Dat ga ik nu even doen. En de zon schijnt. Super lekker. Dus, ik ben al een beetje moe van gisteren. Ik lag gewoon 11:45 in bed. Dus dat is wel redelijk. We hebben het super naar ons zin gehad in ieder geval. Maar goed. Vandaag lekker makkie. We zouden vandaag naar Amsterdam gaan, maar vandaag is er maar in. Dus we gaan even hier rondrommelen en doen en een beetje van het weer genieten. En het is alweer middag en dan zijn we aan het koken. We koken op zaterdag tegenwoordig. Normaliter aten we makkelijk. Eten we ook nog wel eens. Dat ik zo'n monkey plate maak met allemaal snackjes en zo. Maar vandaag eten we gewoon een ras kip met macaroni en bami bamam saus. Wat een combinatie. En ik eet weer spersiebonen. Met verse aardappelpuree die ik zelf maak. Ik ben er echt verslaafd aan. Ja, en ik heb weer de stoute schoenen aangetrokken om een Duits biefstuk mee te nemen. Niet vegetarisch. Ik ga het weer proberen. Wees me lak. Dus als je slaapt even de bank, Roontjes in de tuin bezig, want die heb ook migraine. Gaat weer lekker. Dus we lekker chillen zaterdagje. Niootjes bij de vriendje. Morgen gaan we even naar de Primarkt. Even shoppen. Dus, eventjes mijn timer afzetten. Oké, dat was dus mijn timer voor mijn macaroni. Dus ik krijg een snoep met macaroni. En dat willen we niet, en trouwens willen we klagen. Dus, wat was ik aan het vertellen? Nou ja. Morgen naar de Primarkt. Ja, verder niet veel eigenlijk. Nee. Ik geloof dat ik jullie wel een beetje op de hoogte heb gehouden. De afgelopen dagen. Het feest van IJs gisteren was wel leuk. Mia had migraine. Ja, wie heeft nou geen migraine hier in huis? Gaat lekker. Dus zijn we eerder naar huis gegaan. Dus ja. Ja, verder voel ik me wel redelijk. Bij mijn bek valt ook mee, moet ik zeggen. Thank God. Zonder pijnstillers. Nou, laat hopen, want dan kan ik vrijdag gewoon tandarts afbellen. Want dan ga ik dus echt geen wortelkanaalbehandeling ondergaan. Dus. Ja, verder niet veel. Het is weer boring. Nou ja, boring. Jullie blijven het leuk vinden. En dat vind ik ook leuk. Dus, ja, ik ga even verder mijn boontjes knippen, want ik knip ze. Ik ga ze even niet gaan snijden. Zo gezien nu. En dan ga ik mijn aardappelpuree maken. En gaan we eten, gaan we chillen. En douchen. Zo, too much information. Dus, zie je dadelijk wel. Ik ga de vlog lekker afsluiten. Ja, het is 6:30. Ik heb niks meer te doen. Ik duik zo lekker de douche onder en dan ga ik nog even aan het werk en lekker chillen. Dus, daar hebben we het lekker voor gezien voor vandaag. Morgen gaan we naar de Primarkt. En dan neem ik jullie weer mee. Bedankt voor het kijken. Tot morgen.